Elke sage, elk verhaal, ieder sprookje en legende, al wat er geschreven is. Houdt opnieuw in elke taal, gaat uiteindelijk over liefde, of daarvan het gemis. Dus kijk maar snel, jij lillebel, soms is het er de hemel, soms ook hel. Het is bij Bulke binnen echt, vaak in groot drama, dat zie je zo ook wel. Dus ga er goed voor zitten en kijk nog maar een keer naar pittige Bulke tijden. Mijn god, wat wil je meer? Nee. Zo, beide bakstenen in je tas. Altijd handig. Hier, camera, hier ben ik. Nu ga ik vluchten naar terug naar Nederland. Ik wil niet meer. Van voor naar achter van piercing in mijn gat. Ja, ik heb mijn gat gevuld. Dit gat natuurlijk, hè, met mijn nieuwe piercing. Hallo Jantje, Harm, Harmjan, Harmtje, kut. Ik ga lekker naar Evita. Nou ja, oh, Evita, nou dat is enig. Leuk, hè? Jij niet. Hoe kun je dat betalen? Ik bedoel, jij bent toch arm? Nou, mijn mannetje heeft het deze keer niet gedaan. Het is Pascal. Pascal? Die vreselijke Pascal. Oh, trouwens, ben ik helemaal vergeten. Pascal heeft ons uitgenodigd voor het feest. Denk je nou echt ook naar een feest gaan? Ga jij wel? Denk je nou echt, mag ik nu zeggen wat ik zei net ook al, hoor? Denk je nou echt dat ik naar een feest ga van Pascal? Vind je het wel erg genoeg dat ik met hem naar Evita moet? Maar goed, ik ga naar Evita. Dus ja, dan moet je soms opofferen, hè? Dus jij gaat niet? Natuurlijk niet. Oh, dan hoor ik ook niet, want ik was al bang dat we gaan. Ik ga liever niet naar een feest van... Nee, doe ik niet. Nee, tuurlijk, dames en heren. Hij heeft me gechateerd. En dan moet ik gezellig een feest vieren met hem. Zo, ik wil ook nog eens licht. En dan valt mijn piercing weer af, zie je mijn zwarte gat weer. Wat al die niet. Nou, ik moet even uit die groep hoor. Ik word er zo moe van die groep, hè. Wat gaat beginnen, Tas? Wat gaat beginnen? Wat gaat beginnen? De volle maan, zeg maar. Ja, de volle maan? Ja, ik zit al sinds mijn vierde bij deze sect, heb ik verteld, hè? Al sinds mijn vierde. Elk jaar met de volle maanceremonie gaat iemand weg uit de groep. Ik weet niet wat het is. Weet jij eigenlijk wat het nou inhoudt, het offer? Alleen de leider van ons weet. Alleen de leider weet het? Ik wil er eigenlijk nu al een keer weten, na al die jaren, wat het nou precies inhoudt, Remo. Wat jij? Ja. Nou? Wat betekent die volle maanceremonie? Het enige wat ik jullie kan vertellen is dat je bij ons groepshoofd moet zijn. Als de leider. De groepshoofd. De leider van de secte. Die alleen weet hij het. Weet alles. Hij weet alles. Ja, kom, maar volgens mij moeten we weer terugkomen. Gaan we beginnen? Gaan we beginnen? Ja, wat nog pijn. Ja, zeker. Ik wou wat vertellen. Dankjewel dat jullie weer zijn. Vandaag is de volle maanceremonie, zoals iedereen weet. En dan wordt het offer der offers gebracht. En vandaag krijg ik door wie het offer mag brengen. Dus nou moet ik even in beraad om even te voelen en na te denken over wie het zal zijn. Ja, daarom ga ik. Je gaat in beraad! Wat leuk, dag hoor. Hallo, ik ben Inge Sleen. Ik help mijn goede vriendin. Gaat dat wel? Ik ben een beetje misselijk. Ja, dat komt van je kind. Yes. Heb je Sanne al gebeld? Nee! Oh, het gaat zo slecht, Inge. Niet alleen met mijn gezondheid. Jij, je gaat slecht, want waar is Sander toch? Het gaat ook slecht met Bulke. Het gaat heel slecht. Echt, de eerste schuldeisers hebben hun brieven al gebracht. Het doet me zo denken aan mijn studententijd in Deventer. Het is verschrikkelijk. Want dit lijkt toch op die beurslijn hier op Dat is de beurslijn, zo is Bulke nu. Maar... Zo laag? Het doet me echt denken aan mijn tijd in Deventer. Dat ik alleen maar broodjes pindakaas kon eten. Ja. Dat ik geen... geld ervoor pint, dat ik in Albert Heijn mijn loon verdiende op zaterdagmiddag. Oh, kassa! Oh, wat vreselijk! Ja, wat ik van het weekend ga doen, dat weet ik nog niet. Ik heb het heel druk, ja. Wacht even hoor. Ik heb mijn pintjes weg, ik moet even ophangen. Dory. Attentie, attentie. Zeg, Tom, breng maar eens een nieuw pintje bij pintjes op. Zo. Nou. Ja, dan bent zij het hier. Zo, dankjewel. Ach, een klant. Nou, gezellig.
Is het voor jezelf of is het voor je moeder? Nou, het is toch echt voor mijn moeder hoor. Voor je moeder? Ja. Nou, veel plezier ermee. Oh, het wordt wel heel druk, want ik geloof dat er nu nog iemand in de rij komt staan. Nu wordt het me toch echt te druk. Er zijn twee mensen in de rij staan. Wacht even. Attentie. Kan iemand bij de verdorie komen versterken? Het is juist in de druk. Zo. Zonnebeurt. Kom maar, dat is 1 euro. Maar je 50. Hallo, broer. Wat een lekkere feestorganisator. Wat is nog eens leuk? Nou, wat een mooie ruimte. Is alles nog gereed? Alles is geregeld. Oh, laat ooit even boven kijken hoor. Ja, gezellig. Oh, dat heb je mooi gedaan. Dit heb je ook mooi gedaan. Ja. Zat niet te maken met de speelster aan, hè? Vind je ook niet? Oh, we gaan daar zitten. Oh, heel intiem gesprek, wat dat. Zo. Hé, hé. Zo. Oeh, wat kijk. Ik weet niet wat er klapte, maar. Zo, nou. Alles goed? Alles is goed. Mooi. Heb je zin in het feest? Ik heb heel veel zin in het feest. Ik denk dat het helemaal vol zit hier. Door. Ja, maar kunnen we nou eindelijk eens vertellen? Ik zit hier nu al sinds mijn vierde bij, hè? Kunnen we nou eens eindelijk vertellen wat nou eigenlijk dat inhoudt, dat offer? Want ja, wij mogen er nooit bij zijn, ik wil gewoon weten wat het is. Ja, je mag het niet weten. Dat is van generatie tot generatie, van leider tot leider door. Atsu. Ja, dat kan je toch maken tegen de anderen? Vertel het. Kan je toch niet voortrekken, Tos? Vertel het. Kom bij je zo'n lekker ding eigenlijk. Naïvo mag jij. Oh, mag ik dan? Ja, nou. Vertel het alsjeblieft. Oké, ik zal het vertellen. Moet je niet door vertellen. Nee, ik vertel nooit wat door. Het is een mensenoffer. Een mensenoffer? Het is een mensenoffer. Raymond, ik moet je wat vertellen. Nou, ze zijn er bijna, hoor. Nog enkele minuten, ik voel het aan mijn tepels. Volgens mij kan het niet meer lang duren. Nou, volgens mij komen ze niet meer. Oh, hoe kan dat nou? Eenzaam, nu zit ik helemaal alleen. Ik ben niet meer die hun kon wezen geven. Eenzaam, zoals Madonna na show, in een kleedkamer achtergebleven. Toen op die ene dag, ik was slinks en gemeen, niet nagedacht. Ik stal en in klap een multimiljonair. Maar wat ik toen niet zag, je verliest je vriendschap met zulk gedrag. Vriendschap is niet te koop, niet goed, niet lief, niet ver. Eenzaam, ik ben niet meer populair. Waar is die ene dag? Weer vrienden om me heen, ik ben van slag. Nu sta ik zo in de weg. En weg is ook mijn vlees. Ik vul die ene dag. Dat alles weer wat als toen bij toverslag. Geen arrogantie meer en ook niet ordinair. Eenzaam, ik ben niet meer populair. Eenzaam, oh, ik ben niet meer populair. Een mensenoffer?
Het gaat ook slecht met Bulken. Het gaat heel slecht.